Jongens, meisjes, welkom. Mijn naam is Adriaan van AV Weerbaarheid. Ik ga jullie vandaag een online weerbaarheidstraining geven. Vandaag zijn de Koningsspelen. En als het goed is heb je op school al een aantal activiteiten gedaan. Maar namens Jongerenwerk Basel en Stichting Prikkels bied ik jullie een extra workshop aan. Online weerbaarheidstraining. Waarin wij een korte warming-up gaan doen. De basis van het boksen gaan behandelen. En we gaan lekker aan de slag. Ik wens jullie heel veel plezier. Let's go! We gaan beginnen met de warming-up. Voordat wij de echte warming-up gaan starten, wil ik jullie eerst even leren. Hoe moet je nou sterk gaan staan? Wat is hierbij belangrijk? Belangrijk is dat je altijd één voet voor de andere voet neerzet. En dat je de voeten plat op de grond neerzet. Daarbij zorg je er ook voor dat je iets door je benen zakt. Dat zorgt ervoor dat je wat sterker staat. Hoe breder je je voeten hebt staan, hoe sterker je staat. Alsof je een hele grote sterke beer bent. Als je de voeten sterk hebt staan, maak je ook even twee vuisten voor je. En die twee vuisten, die hou je ongeveer ter hoogte van je kin. En dan kijk je op je allerstoerst. Als je dit hebt, kunnen we beginnen met de warming-up. En voor de warming-up, jongens, laat je armen lekker hangen en bounce even op de plaats. Op je voorvoeten gaan we een beetje springen. Dat is alles. De armen laat je lekker los hangen. En terwijl je springt, spring je een beetje van links naar rechts. Je gaat opzij. Nog steeds laat je armen lekker hangen. Vervolgens spring je naar voor en achter. Voor, achter, voor, achter. Heel goed. Als je dit hebt gedaan, zet je één voet voor, eentje achter en je blijft staan op de plaats. Je bounced. Nou doen we hetzelfde, alleen zet je andere voet even voor. En je blijft bouncen. Losjes op je voeten. Heel goed. Nou doen we het om en om. Van links naar rechts. Nog 5, nog 4, nog 3, nog 2. En stop, sta stil. Even kijken hoe goed je nog weet hoe je sterk moet staan. 1 voet voor, 1 achter. Voeten plat op de grond. Lichte knikken in je benen. En je vuist omhoog. Vanaf hier adem in door je neus en blaas even uit. Het uitblazen doen we krachtig. Nog een keertje adem in door je neus en blaas uit door je mond. En terwijl je uitblaast, zorg ervoor dat je ietsje dieper in de benen zakt. Als we dit hebben jongens, gaan we de basis doornemen van het boksen. Wat we gaan doen, is maak twee vuisten en de hand die voor is, die stoot je uit naar voren. De andere hand blijft achter bij je kin. Nog een keertje, zo voor 10 keer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Nou doen we de andere arm. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, 9, 10. Komt de voorste arm weer, maar nu maak je arm wat langer en je blaast elke keer uit als je stoot. En zoals je kan zien, draai ik ietsje mijn heup in. En sta ik losjes op mijn voeten. Doe nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog eentje. Andere arm. Blaas uit. Blaas uit. Arm naar voren toe. En kijk naar mijn achtste hak. Die draai ik ietsje los van de grond. Zie je dat? Kijk of je dat bij jezelf ook doet. Nog 5, 4, 3, 2, eentje. En stop. Nou zetten we de voeten wat breder in, jongens. Tenen wijzen iets naar buiten, je ellebogen wat naar binnen toe en vanaf hier stoot je naar voren toe. 1, 2, 3, 4, 5. Nou kijk hoe lang je je arm kan maken. Duw, duw, juist. Dat is goed. Nog 5, nog 4, 3, 2, nog eentje en stop. Schud je armen even los. Rol je schouders een keertje. Heel goed, gaan we het nog een keertje herhalen. 1 voet voor. 1 voet achter, maak 2 vuisten. Adem even in door je neus. En blaas uit door je mond. Nu sta je sterk. Je bent geconcentreerd. En de voorste arm begint. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 5, 4, 3, 2. Komt je achtste arm weer. Boom, 1, 2, 3. Is je andere hand nog bij de kin. Draai je hak los. Nog 5, 4, 3, 2. En 1, stop. Voeten gaan breed. Jongens, vanaf hier drijven in. Je draait iets naar de zijkant. En kijk goed wat mijn voeten doen. En je ziet dat je hak loskomt van de grond. Je romp draai je iets in. En elke keer als ik indraai, stoot ik mijn arm uit naar de zijkant. En elke keer als je uitstoot, jongens, blaas uit. Heel goed. Kun je misschien ietsje harder? Kun je misschien ietsje sneller? Kun je wat dieper zakken? Nog 5, 4, 3, 2, 1 en stop.
zet je voeten weer bij elkaar. Voor de volgende opdracht, jongens, heb ik 3 van die hoedjes heb ik hier liggen. Die hoedjes kun je gebruiken om het boksen te oefenen in beweging. Hoe werkt dat? Nou, je hebt 1 voet voor, eentje achter. Je hebt je handen, maak 2 vuisten. Je elleboog iets naar binnen. Nu ga ik bewegen en dan ga ik elke keer tussen de hoedjes en weer terug. Maar hierbij let ik op dat 1 voet voor blijft. Dus ik sta hier, ik loop iets naar voren toe en ik ga weer terug. Naar voren toe en weer terug. Ja, kijk goed hoe mijn voeten doen. 1 voet blijft voor en 1 voet blijft achter. Ik ga niet wisselen. Nou, als je bijvoorbeeld 3 hoedjes neerlegt, kun je er een rondje omheen maken. Dus naar voren toe en terug. En dan ga je zijwaarts lopen. En elke keer blijft diezelfde voet, die blijft voor. Omheen lopen, naar voren en terug. Omheen lopen, naar voren en weer terug. Dit kun je een paar keer oefenen. En als je dat te pakken hebt en je denkt van, hé, ik wil ietsje meer uitdaging. Prima, dan gaan we de armen erbij gebruiken. Elke keer als ik naar voren ga, stoor ik uit. Ga ik weer terug, vuisten bij houden. Draai ik een rondje eromheen. Naar voren toe, uitstoten en weer terug. Omheen draaien. Naar voren, uitstoten, terug. Omheen draaien, naar voren, uitstoten en terug. Ook dit kun je een paar keer herhalen. Als je dit te pakken hebt, ga je 2 handen gebruiken. Dus ga je naar voren toe, 1, 2 en weer terug. Omheen lopen, stap naar voren, 1, 2 en terug. Omheen lopen, naar voren, 1, 2, terug. Omheen lopen, naar voren, 1, 2 en weer terug. En elke keer als je terugkomt, zet je voeten neer, adem in door je neus en blaas uit. En probeer die focus weer te houden. Hoe geconcentreerder je bent, hoe beter de oefening gaat. Maar ook hoe geconcentreerder je bent, hoe makkelijker andere dingen gaan. Heb je huiswerk? Heb je een moeilijke toets op school? Vind je het spannend? Vind je het lastig? Rust, focus op je ademhaling. Probeer dan eventjes sterk te gaan staan en te focussen op een hele diepe ademhaling. In door je neus en uit door je mond. Ja, hoe rustiger je zelf bent, hoe meer controle je hebt over je eigen hartslag, hoe beter je tegen andere dingen kan die spannend zijn. Bijvoorbeeld die toets op school. Bijvoorbeeld als je naar een nieuwe school komt. Of er komt een nieuwe leerling in de klas. En je vindt het spannend om de eerste stap te zetten. Om jezelf voor te stellen. Om vriendjes te maken. Al dat soort dingen. Dit kan je helpen om dat beter tegen te kunnen. Ja, dus neem het nog 1 keertje door. 1 voet voor, 1 voet achter, jongens. Maak 2 vuisten. Heel goed, vanaf het begin. Begin met de voorstand. 1, 2 en goed uitblazen. 3, 4, 5, nog 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Adem in door je neus. En blaas uit. Heel goed. Achterste arm. Stoot. 1, 2. Ietsje door je benen zakken. Hak indraaien. Arm lang maken. Nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog eentje. Stop. Adem in door je neus. En blaas rustig uit. Zak iets door je benen. Als het goed is, heb je rust te pakken. Yes. Nou zetten we de voeten weer breed. Voeten breed. Iets door je benen zakken. Eerst even indraaien. Armen blijven voor je. Je hak komt iedere keer los. Net zoals we in de ronde hiervoor geoefend hebben. Nou stoot je uit. Dit keer proberen we ietsje harder dan de vorige keer. Duw. Stoot met je arm. Stoot met je arm. Ja, dat is hem. Nog 5, 4, 3, 2, eentje. En stop. Adem in door je neus. Blaas vooruit. En herhaal dit een paar keer totdat je merkt, hey, mijn hartslag daalt weer een beetje. Ik kan weer normaal ademen. Dat is goed. Zetten we voet voor. We pakken weer de oefening met die 3 hoedjes. Bij de eerste ronde, jongens. Bij de eerste ronde blijven je vuisten stil. Naar voren lopen, terug. Omheen cirkelen, 1 voet blijft voor. Naar voren, terug. Cirkel omheen. Stap erin, stap eruit, cirkel omheen. Bij de tweede ronde, je voorste arm. Instappen, uitstoten. Terug. Omheen cirkelen. Instappen, uitstoten. Omheen. Instappen, uitblazen, terug. Omheen. Dan pak je een moment van rust. Adem in door je neus. Blaas weer uit. Tweede ronde. 2 armen. 1, 2. En weer terug. Cirkel eromheen. Instappen. Uitblazen. En terug.
Dus als je stoot. En terug. Omheen. En terug. Dan pak weer je rust. Voeten staan sterk. Inadem door je neus. Blaas uit. Totdat je hartslag weer rustig is. Als je hartslag weer rustig is, dan ga je weer verder. Vervolgens zet je de voeten bij elkaar, jongens. Voeten bij elkaar. Lichte knikken in je benen. Maak voor je een vuist. Hand bovenop. En maak een buiging. Hiermee sluiten wij de les af. Jongens en meisjes, deze oefeningen kun je thuis doen. Kun je buiten doen. Dit kun je in je eentje doen. Maar je kan ook je vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Neem ze lekker mee naar buiten. Ga je dit soort dingen oefenen, kun je van elkaar leren. Samen sporten is en blijft toch gezelliger. Ik wens jullie alvast een hele fijne vakantie toe. Veel plezier met deze training en veel plezier met de oefeningen. En vergeet niet al je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar buiten. En veel succes!